Een hele goede morgen, lieve YouTube-kijkers van de Stofjes. Zaterdagmorgen, moederdag. Ach, zaterdagmorgen, Romeo. Zondagmorgen, moederdag. Dat was natuurlijk lastig. Voor mij in ieder geval. Want voor een paar maanden terug is mijn moeder overleden. Dus dat is natuurlijk... even minder. Eentje met een dubbel gevoel. Natuurlijk thuis de kinderen met hun moeder. Dat is natuurlijk logisch. Maar voor mij en mijn zus is het toch wel eventjes weer even anders. Er zijn natuurlijk meerdere dingen dit jaar die anders gaan lopen. Een verjaardag die je al hebt gehad van familie waar ze dan niet bij is. Ja, nu mijn moederdag. Straks natuurlijk met haar verjaardag. Zo zijn er natuurlijk heel veel van die dingen die nu komen, waarop je ze dus gewoon mist. En dat is moeilijk. Maar goed, daarentegen zei ik ook allemaal zo, wij zijn niet de enige. Mijn vrouw doet dat al heel lang, zonder moeder. En daarentegen is het zo dat zij natuurlijk nog haar vader heeft. Ik heb al heel lang dus geen vader meer. Dus ja, vaderdag is dan voor mij ook al heel lang nooit een issue geweest. Natuurlijk nu voor mij zelf al vanwege de kinderen. Maar voor mij naar een vader toe, ik was 8 toen mijn vader overleed. Dus ja, dat is al... lang, 47 jaar. Is 48 jaar dan? Nee, 47, nee 48 jaar wordt het dan dit jaar. Dus ja, weet je, dat zijn zo van die dingen die gebeuren gewoon. En daar kun je niks doen, daar heb je geen invloed op. Het zij zo. Ja, het is lastig, het is wat het is. Maar ja, dat dus. En lopen, 4 rondjes, ging niet al te best. Ik hoop dat het nou per week steeds slechter gaat, maar ik heb ook het idee dat het afvallen lukt mij niet zo deze keer. Ik probeer er wel iedere keer aan te denken, maar iedere keer komt er toch weer iets tussendoor waarop je dan weer de moeite hebt om. Afgelopen vrijdag een bol gehad op het werk. Hebben ze een frietkar uitgenodigd. Nou, dan eet je wel wat frietjes, maar zonder saus. Dan eet je ook een snack. Daar wil je toch ook een beetje meedoen. Nou goed, gisteren hebben we bij vrienden van ons de achtertuin gedaan. Nou, dan eet je een broodje knak. Ja, wat gaan we dan eten? Ik heb eigenlijk wel zin in frietjes. Ja, weer frietjes. Nou, dat heb ik dus niet gedaan. Ik heb gewoon een boterham gepakt. Om het niet te gek te maken. Vandaag met voetballen komen we laat thuis. Dan zullen we waarschijnlijk ook weer frietjes eten. Dus ja, weet je, er zijn van die dingen. En natuurlijk kun je zelf een keuze maken door dat dan niet te doen. Maar ja, je moet uiteindelijk toch eten. En daar zijn al van die dingen waar ik dan af en toe wel eens wat moeite mee heb. Vanwege de ontstaande situaties die je dan hebt. Waar je even geen invloed op hebt. Uiteindelijk, ik ben er zelf bij. Ik douw het zelf in de mond. Dus ik moet gewoon weer echt proberen weer wat strenger en strikter te zijn. Nogmaals, het heeft natuurlijk ook een klein beetje te maken met de omgeving. Als de omgeving meewerkt, dan is het natuurlijk altijd fijner. Ja, als de omgeving ook een beetje oplet op het eten en niet zo van laat maar weer friet gaan halen. Nee, dan moeten we gaan kijken om weer gewoon wat gezonder te eten. Maar goed, ja, vandaag ook weer zoals ik al zeg moederdag. En we moeten gaan voetballen. Normaal gesproken was het een vrij weekend, maar door al het geschuif van de competitie. Vanwege het coronageval nog vorig jaar
ja, zijn alle wedstrijden opgeschoven en hebben ze allemaal weekenden ingelast. Waaronder dus ook dit voetbalweekend. Nou, je ziet dat ik nog niet naar huis aan het rijden ben, maar dat ik even naar de winkel ga. Ik moest even wat broodjes halen voor mijn moeders, de vrouw. Want ja, de kinderen willen natuurlijk wel een beetje geven straks. We moeten vroeg weg, we moeten naar Zuidwolde. Dus dat is een eindje kachelen. Vroeg naar Juliana. En ja, dat soort dingen. Dus, ik ga even naar de winkel. En dan zou ik in ieder geval zeggen van, vond je het leuk weer? Leuk, oké, het is iets persoonlijker geweest. Maar vond je het leuk? Dan even blauw duimpje omhoog. Even abonneren op dit kanaal. En dan volgende week zondag weer een iets beter verhaaltje dan vandaag. Dus ik zou zeggen, tot de volgende keer. En ciao.